Bureau 2 en Archipresie is een multidisciplinair architectenbureau met vestigingen in Brussel, Roeselare, Gent en binnenkort ook in Rijssel. We hebben ongeveer 130 medewerkers, alles tezamen. We zijn gegroeid uit twee bureaus in Roeselare en in Brussel. En de oorspronkelijke stichters Hendrik Vermoortel en Filemon Wartelaar worden nu vervoegd door vier nieuwe venoten: Tom van Dorpen, Geert Pervak, Pieter-Jan Vermoortel en mijzelf. We zijn actief in verschillende sectoren, zoals scholenbouw, zorg, commerciële projecten, woonprojecten, ook sociale woonprojecten. En een van de rode lijnen in ons projecten is duurzaamheid in de brede zin van het woord. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de passiefschool Hardevoort in Antwerpen, voor 550 leerlingen. En in de zorg aan het ziekenhuis van Knokken, die wij bouwen samen met een aantal collega-architecten. En het woonzorgcampus Triamant in Vellen. Ook in de sociale woningbouw trachten we dat te doen. Ik denk dan aan de Venning, een CO2-neutrale woonwijk, die wij in Kortrijk realiseren onder Europese subsidies. En dat project wordt nu ook verder gezet in de renovatie van drie hofsteden. Naar de toekomst toe zijn we overtuigd dat duurzaamheid nog belangrijker zal worden en dan in de brede zin. Dus zowel op sociaal-maatschappelijke als bouwtechnische en economische vlak dat daar rekening mee zal moeten gehouden worden. We denken dan ook aan total life cost, aan cradle-to-cradle elementen, zodanig dat we duidelijkheid hebben over de totale maatschappelijke draagvlak en de ecologische impact van onze projecten.